werkweek voor mij. Vanaf volgende week heb ik vakantie. Yay, super. Echt heel veel zin in. Dan lekker kerstinkopen doen en ja, een beetje sfeer opsnuiven overal. Ik vind het altijd heerlijk om de week voor kerst vrij te zijn. Maar goed, eerst nog een werkweekje voor de boeg. Vanavond ga ik met die daar aan de slag. Daar heb ik ook heel veel zin in. Het is echt een hele leuke samenwerking die we hebben. En, maar ik ga er vanavond wel even wat meer over uitleggen. En dan die video opnemen. Ja, wat meer editen nog, want dat blijft natuurlijk gewoon doorgaan. Maar ik vind het wel steeds leuker om te doen. Ik hoop ook dat jullie een beetje vooruitgang zien in het editen. Want ik probeer wel echt mijn best erop te doen. Als jullie nog tips hebben of het anders willen, ook gewoon zeggen. Want ik, ja, dat probeer ik wel naar te luisteren. Maar volgens mij worden ze wel steeds leuker om naar te kijken. Ik ga werken. Ik zie jullie vanmiddag weer. Zo, nu nog maar 3 dagen werken voordat het vakantie is. Heerlijk. Het werkdagje zit erop. Ik ga nu naar boven. Daar ga ik. Ik sta op een keer terecht bij mijn huis nu. Ik ga nu eerst naar boven. Dan ga ik even de spullen klaarzetten om de video vanavond op te nemen. En wat houdt die video nou precies in? Nou, ik zal het even uitleggen. We hebben een kerstswap bedacht. En we is helemaal Ronald, Vraagt Suus, Jamie Blom, Tineke Talsma en Huisje Weltevree en ik. Wij doen dit jaar een hele leuke kerstspecial met al onze kanalen. En wat er gebeurt is dat een van ons is, heeft een doos gekocht en die leuk versierd. Daar al onze namen in gedaan en daar iemand uitgetrokken en voor die persoon cadeautjes gekocht. In die doos gestopt en de doos opgestuurd naar degene die op het loodje stond. Enzovoort enzovoort. Dus de tweede heeft ook heeft de cadeautjes uitgepakt, heeft daar een leuke video van gemaakt, heeft er ook weer een loodje uitgehaald, heeft cadeautjes gekocht en de doos weer opgestuurd. Nu heb ik dus de doos gekregen. En ik heb die doos gekregen van Tineke. Dus wat ik ga doen. Ik ga in die film de doos uitpakken. Kijken wat erin zit. Een loodje daaruit halen. Voor de persoon die op het loodje staat cadeautjes kopen. En de doos weer opsturen. En dat gaan jullie allemaal terugzien in een extra video. Ik weet nog niet wanneer die online gaat komen. Misschien staat die al online op het moment dat jullie dit zien. Dat zou heel goed kunnen. Maar daar moeten we nog even afspraken over maken. Dus hou mijn kanaal in de gaten. Druk op dat belletje zodat je geen video mist. En dan ga je hem zeker zien. En volg ook alle andere kanalen om te kijken wat zij ervan gemaakt hebben. Want ik vind het een hele leuke samenwerking. Goed, dan ga ik nu naar binnen en alles klaarzetten. Daarna naar mijn ouders om te eten. En dan zie ik jullie straks weer met de adventkalender. Zo, nou de setting is er klaar voor jullie. Ik heb de camera op een statief gezet. Die zet ik straks hier voor me neer op tafel. En dan wordt dit mijn achtergrond. En dit is de doos. Kleine sneak peek. Dus ik ga even een videootje opnemen. Tot straks. Ik dacht even een cv'tje in elkaar draaien. Dat doe ik eventjes. Maar het is 9:10. Daar ben ik echt lang mee bezig geweest. Maar goed, het is voor een goed doel. Ik ben op zoek naar ander werk. Dus dan ja, moet je dat soort dingen goed op orde hebben. Dus het heeft even op zich laten wachten. Maar ze staan er al klaar voor. We gaan de adventkalenders uitpakken. We gaan vakje nummer 17 openmaken. Dat doe ik even met mijn andere hand. Dat is makkelijker. Oh, weer zo'n leuk lipproduct. Even kijken hoor jongens. Oh, daar zie je net natuurlijk niks van. Zie je? Lip lingerie. Andere kant. Nee. Waar staat dan die kleurnaam? Oh, hier. Focus. Wacht, weerschijning. Focus. Slip. Het is een beetje een
nude kleur, denk ik, hè? Een beetje bruinig. Leuk. Ook deze. Nummer 17. Ah, dat is grappig. Een tenenspreider. Nou, geloof me. Tenen van mij. Je ziet dat ik mijn best doe, hè? Heel hard ook. Zo hard dat mijn computer ervan ondersteboven gaat. Nee, met die tenen van mij heeft dit geen enkele zin. Ik lak mijn tenen ook nooit. Ja, die voeten van mij zijn nou eenmaal bijzondere dingen. Maar goed, hier kan ik vast iemand anders blij mee maken. Deze. En het is vandaag de 10e. Dus ik ga even op zoek naar nummer 10. Kom ik zo bij jullie terug. Oh, nou. Dat was snel. Deze is het. Leg ik hem even zo neer. Dan kan ik er wat beter kracht op zetten. Oh, maar dat vind ik leuk. Een soort beauty blender, maar dan een heel kleintje voor concealer of zo. Vind ik echt heel leuk. Nou, die wil ik ook nog wel eens proberen. Misschien dat ik ook een aantal dingen in een video gewoon een keertje kan uitproberen. Laat me maar weten. Net zoals die van gisteren, die wenkbrauwen, schablonen en zo. En dit soort dingen vind ik wel grappig. Het is ook zo lekker om mee te spelen. Goed, ook bij de verzameling. Weer even het klepje draaien. Zo, nou dat waren toch weer leuke cadeautjes. Echt super. En ik had jullie natuurlijk net even de sneak peek van de doos laten zien. Ik heb de video inmiddels opgenomen. En ik heb hele leuke cadeautjes gekregen van Tieneke. Kijk, er wordt zo lief met me meegespaard. Ik krijg over de postzegels en van, nou, uit alle hoeken. Dus ik heb al genoeg om 6 grote borden en 6 kleine borden te kopen. En dan wil ik ook nog 6 van deze schaaltjes en dan heb ik genoeg. Kan ik ze hier? Ja. Dus 6 van die ga ik morgen, ik hoop, nou morgen niet, woensdag. Ik hoop dat ik er woensdag genoeg tijd voor heb. Ga ik er 6 hiervan halen. Je krijgt ze per 2. Dus 3 setjes hiervan. 3 setjes hiervan heb ik ook al genoeg zegels voor. En dan wil ik dus nog 3 setjes hiervan. En daar ben ik al hard naar op weg. Maar moet ik nog even voor doorsparen. Zo, het is weer tijd om naar bed te gaan. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Doe je duim omhoog als je het een leuke vond. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. Want we groeien, ik zei het vorige keer al, maar we groeien echt hard. Echt 153 of zo inmiddels. Ik ben er super blij mee. En welterusten of fijne dag. En tot morgen weer.